Op kerstavond deed Wendy vanuit de jacuzzi opmerkelijke onthullingen door een kerstfilmpje te delen waarin haar hand pronkte met een enorme ring. Fans en volgers begonnen meteen te speculeren over een mogelijke verloving tussen Wendy en Peter Gillies. Echter, in een interview met Show News heeft Wendy de speculaties de kop ingedrukt: Nee, niet eens. Ik wacht met geduld. Peter Gillies, eerder bekend van zijn optreden in reality shows, had al in een interview met Story laten weten dat hij graag met Wendy zou willen trouwen. Ik kan me voorstellen dat, als het zo goed blijft gaan, ik haar ten huwelijk zou kunnen vragen. Ik heb al gepolst of Wendy zou willen trouwen en ze zei ja, deelde Peter eerder mee. Het liefdeskoppel, dat elkaar sinds april kent, is sindsdien onafscheidelijk. In een eerder interview hebben ze openhartig gesproken over hun ontmoeting op vakantiepark Prinsemeer. De vonk tussen Wendy en Peter sloeg over toen Wendy met haar kinderen op het vakantiepark was. Ik dacht wat een lekker wijf, al dus Peter. Het stel is duidelijk dolgelukkig in de liefde, zoals blijkt uit hun gezamenlijke verschijningen en uitingen op sociale media. Kortom, hoewel er nog geen verloving in zicht is, bloeit de liefde tussen Wendy en Peter Gilis in volle glorie. Volg hun liefdesavontuur en blijf op de hoogte van alle updates rondom dit charmante koppel.